Het is vandaag maandag. En ik dacht bijna de hele dag dat het dinsdag was. En nu kom ik achter dat het pas maandag is. En nou, I'm disappointed. Om het een soort van goed te maken. En om nog even compleet los te gaan. Nog even mezelf vol te proppen met eten. Ja, heel veel sushi. Ja. Yes. Ik heb nu bij Sumo besteld. Ik bestel ook altijd bij Shabu To Go. Daar zijn de sushi's wel echt zo ontiegelijk groot dat je binnen no time vol zit. Maar ik denk dat ik deze echt lekkerder vind. Het is echt heel lekker. Treat yourself. Ik word er heel blij van. Dus ik ga even lekker genieten. Hoi, het is woensdag. Ik sta op het punt om te vertrekken. Zou je niet zeggen. Ik ga even met Sophie koffie drinken. Mijn energy level is echt nul omdat ik de afgelopen dagen gewoon zo erg niks heb gedaan. Ik voel me best wel waardeloos, maar daarom was het goed naar buiten gaan. Even een pilletje erin. Nee, dat is gewoon een smint. Nou, hij ziet heel spannend uit omdat hij blauw is. Ik ben een beetje laat, dus let's go. Ik heb Sophie gevonden. Yes! Oh, was je al aan het vloggen? Ze gaat nu tegen de richting heen rijden. Nou, ook nog zo hard. Nee joh, ik rijd 20. En ik moet mijn rijbewijs nog halen. Dit is een slecht voorbeeld. Ik ben een slecht voorbeeld. Als we straks aanrijden. Oh, hoe ga jij? Heb je het wel? Oh, ik had beter echt hier naar links kunnen gaan trouwens. Oké, okay, nu wordt het wel een beetje krap. Oh, dit is echt een vrouw hoor dit. Hoezo? Ik rijd hartstikke goed. Ik ben nog nooit aan aanrijden. Je zegt net elke keer dat je elke keer denkt, oeh. Bijna, oh, bijna. Nee, af en toe. Nee, heel af en toe heb ik een inschattingsfoutje. Maar ik heb deze nooit ga je niet halen hoor. Een aanrijden. Dit is echt. Hoezo? Oh! Perfect. Gewoon echt net. Hier, ik ben echt. Wat was dat? Even, even denken, hoe moet ik nou rijden? Ja, dan zegt die Tom Tom toch? Ik zeg nog niks. Jij bent wel op start te staan. Oh. Jij moet. Nou, ga maar. Zo. Ja, ik. Dit zijn de beelden hoor. Mensen zijn boos. Oh, die man. Ja, dat is een beetje snel. Lekker slurpend op zijn energy drink. Wow. Nou, als je naar mijn vlog hebt gekeken, hoef je niet meer naar die van Sophie te kijken. Dit is ons enige uitstapje heel de week. Ja. Zielig, hè? Ja, weet je wel. Hé, hey, dit mag je niet gebruiken. We zijn niet zielig. Oh nee, we zijn. Oh ja. Oh nee, ik vind mezelf niet zielig. Maar hoe is het deze week met je, Sanne? Goed. Ben je blij? Of het 2016 eenmaal is wel. Want dit vind je niet zo leuk. Ja, ik ben een beetje klaar met de feest. Ik ben er ook helemaal klaar mee. We moeten volgend jaar een anti-kerstfeest gaan geven. En we moeten weer wat meer voor de liefde. Oh ja, nu moet je erop. Ja, jij gaat er doorheen praten. Wat een anti-kerst. Nou, dit is mijn moeder. Ze is in mijn filmpjes heel veel te zien. En dit is voor het eerst dat mijn moeder en San elkaar ontmoeten. Maar ze kennen elkaar al via mijn filmpjes. Dus het voelt heel natuurlijk, hè? Ja. Mijn moeder die was hier verdwaald bij de Kralingse Plas. Kijk, dit is de plas. Oh, wat is jouw liefste wens voor 2016? Mijn wens voor 2016? Ja, waar hoop je op? Durf ik niet meer twee dingen uit de uitspraak. Nee, het was het hoogtepunt van 2015. Jou ontmoeten. Ah, dat vind ik lief. Nee, vind ik echt lief. Ja? Jou al leren kennen. Ja, dit jaar. Weet ik. Ja. Ja, je was voor mij ook een van mijn hoogtepunten. Ja, eigenlijk wel. Ik ben er heel blij mee. Het is toch wel leuk, de vriendschap door YouTube. Toch? Wat was het dieptepunt van 2015? Ga je het niet zeggen? Oh, ze gaat het niet zeggen. Ik had niet echt een hele hoogtepunt. Dan was het een goed jaar. Je wordt straks 27. Misschien zie ik je morgen. En anders niet. Anders een nieuw jaar. Want we twijfelen in verband met een aanslag. Mag je ook, ga je ook niet gebruiken, zeker? Nee. Waarom niet eigenlijk? Dan zien ze dit aan. En komen ze achter ons aan. Juist naar Rotterdam. Ja, dat is waar. Volgend jaar een anti-kerstfeest. En meer filmpjes voor de liefde. Dat is het. Hoi. Het is 6:30 geweest en ik ben thuis. Ik was echt verdwaald in Rotterdam. Ik weet niet, ik kon de metro niet vinden en toen viel mijn telefoon nog uit. En toen heb ik gewoon de tram gepakt ergens. En ik heb er echt veel te lang over gedaan, maar goed. Toen moest ik nog boodschappen doen. Ik zit nu aan mijn avondeten. Jullie gaan me echt zo ver gek verklaren. Kijk dan. Het is geitenyoghurt. Nou, het is echt zo raar. Ik vind geitenyoghurt gewoon heel lekker. Ik vind alles van geit lekker. Geitkaas.
geitenmelk, geitenyoghurt. Dus geitenyoghurt met banaan en granola. Dat heb ik nog nooit op. Ik zat gisteren een profiel van iemand op Instagram te kijken die alleen maar gezonde shit eet, weet je wel. En ik kreeg gewoon zin in gezond eten, zonder dat ik het überhaupt ooit had geproefd. Dus niet dat het goed aan te eten is, maar het is bij mij of ik eet gewoon waar ik zin in heb of ik eet niet. Sinds ik op mezelf woon dus. Het liefst zou ik gewoon elke avond ontbijt dingen willen eten, want ik hou echt te veel van ontbijt. Zolang ik alleen woon, kan ik dit soort shit gewoon doen. Een pakketje gehad van de Body Shop en dat is echt ideaal gewoon. Ik heb dan 2 twin tinten foundation gehad. Zijn wel sowieso al vrij licht. Er zijn sowieso al van deze foundation zijn er 16 tinten. En dat is echt al best wel veel. En ook gewoon hele lichte en wat donkere. Zo, hallo. Maar volgens mij is deze al best wel goed voor mijn huid. Deze is dan weer wat donkerder. Deze is denk ik wel te donker op dit moment. Het is wel super fijn dat ze zo licht zijn. Maar je kan ze dus nog lichter maken of wat donkerder. Met deze, hoe noemen ze het? Shade Adjusting Drops. En dat is echt gewoon zo fijn. Dat je, ja, dit kan je eigenlijk voor iedere foundation gebruiken. Die gewoon net wat licht of te donker is. Kan je ze dan, doe je gewoon een drupje van dit erbij. Het is gewoon de goede kleur. Ik weet natuurlijk niet hoe goed het werkt. Dat moet ik natuurlijk nog testen. Maar dat het... Ik vind dit echt überhaupt al een hele uitvinding. En hoe fijn is dit bijvoorbeeld voor visagistes. Dus ze liggen al in de winkel. Echt al een maand. Nee, bijna 2 maanden. Vanaf 3 november. De foundations kosten €20. En deze zijn €14. Ik word hier niet voor gesponsord. Ik vind het gewoon onwijs tof product. En ik vind de Body Shop heel leuk. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Let me know if you want a review. Ik wil toch even met jullie zitten om het jaar een beetje terug te blikken. Ik heb vorig jaar echt een 2014 video gemaakt. Maar ik vind het lastig om echt een video te maken over dit jaar. Want het had niet per se echt... Ja, tuurlijk was het gewoon een goed jaar. Maar het had niet per se echt een hoogtepunt en een dieptepunt. En het was gewoon een goed jaar. Ik denk dat de hoogtepunten van dit jaar toch wel zijn de vriendschappen die ik weer heb gesloten. Ik vind het gewoon bijzonder hoe ik toch altijd weer nieuwe mensen leer kennen via internet. Via YouTube. En wel zelfs via Snapchat. Zoals natuurlijk Sophie. Wow, blurry. Ik ga even ergens anders zitten, want hij is zo super blurry. En hij focust niet op mijn face. Ik heb Sophie dus leren kennen in januari. Ik heb haar altijd toen uitgenodigd voor Awkward Fest, mijn YouTube feestje. En ja, ik volgde Sophie een tijdje via de vlogs. En ik vond haar vlogs gewoon heel boeiend. Ik vond het een boeiend persoon. Dus ik dacht, nou, lijkt me leuk om haar een keer te ontmoeten. Niet verwacht dat het natuurlijk... Ja, dat we elkaar zo vaak zouden zien. We zien elkaar eigenlijk wekelijks. Ik heb heel veel aan haar gehad. En ik vind het ook heel leuk dat we samen een YouTube kanaal zijn gestart. Ik vind het gewoon echt onwijs leuk om te doen. En het was gewoon, ik wilde gewoon iets nieuws gaan doen op YouTube. We verschillen heel veel in dingen. En, maar ook weer, ja, ook begrijpen we elkaar heel goed. Ik heb heel veel aan haar gehad. En ja, ik vind het gewoon heel fijn om haar te... Als nieuwe vriendin... te hebben en ja, daar ben ik heel blij om. En ook Vera, die ik via Snapchat heb leren kennen. Dat klinkt gewoon heel gek. We spreken elkaar echt dagelijks via Snapchat, via video's. En ook aan haar heb ik heel veel gehad. Ik vind het zo fijn om met iemand te communiceren via video en ik merk ook gewoon dat het zo erg lijkt alsof je elkaar al kent. We hebben elkaar nu nog maar 3 keer gezien. Maar we delen echt heel veel met elkaar. En als ik me 's nachts niet fijn voel, dan kan ik altijd tegen iemand praten. Ook al slaapt ze, kan ik altijd video's sturen. En ik vind het heel fijn om op die manier te uiten. En ze luistert altijd. En ze geeft altijd advies. Dat is super fijn. Ik heb ook echt gewoon, ik heb gewoon lol met haar. Ook dat vind ik super leuk. En ik hoop zeker dat we elkaar nog vaker gaan zien komend jaar. En dat gaat zeker goed komen. Ja, het zijn vooral de mensen die het jaar hebben gemaakt natuurlijk. En dat zijn natuurlijk al mijn vrienden en geliefden en ouders, et cetera. Mijn ouders die me nog een vakantie hebben aangeboden naar Griekenland. Wat super fijn was om na al die jaren weer samen op vakantie te gaan. En eens weer een fijne, verre vakantie te hebben. Vond ik echt onwijs lief. Dus dankjewel paps en mams. Er is nog iemand die dit jaar heel bijzonder voor me was. Ik ga je naam niet noemen. Ik denk niet dat je dat zo leuk vindt. Dat vind ik ook niet nodig. Maar ja, ik ken je nu toch al echt bijna, ja, toch wel behoorlijk lang. En altijd als ik je zie, dan vind ik het onwijs fijn om je te zien. Ik heb het onwijs leuk met je. Jij laat me eigenlijk altijd lachen. En ik ben nogal een pessimist en jij bent een onwijze optimist.
En dat helpt heel erg. En niet op een, je bent het niet op een irritante, vervelende, dwingende manier, wat heel veel optimisten mij een beetje, ja, de strot doorduwen, zeg maar. Dat ik positief moet zijn, maar jij, ja, door jou word ik gewoon positief en ga ik dingen anders kijken en kan ik erom lachen. Ik vind het heel fijn dat ik je heb leren kennen. En ik hoop dat we elkaar, hoe dan ook, op wat voor manier dan ook, gewoon kunnen blijven zien en elkaar gewoon, ja, elkaar gaan zien volgend jaar. Ja, lekker vaag. Al die mensen betekenen echt iets voor me. En dat zijn toch wel de drie mensen die mijn jaar hebben gemaakt. En die dit jaar in mijn hart zijn binnengekomen. En die daar een plekje hebben en hopelijk daar ook blijven. Even sentimenteel, jongens, even. Onwijs bedankt voor het fijne jaar en het luisterende oor en het lachen samen, vooral de lol. Dat is natuurlijk altijd het leukst. Dank jullie wel. Ik vond het best wel een topjaar. Nou, het is nog geen 7 uur en ik begin maar alvast. Ik heb Spritz gekozen. Dat drinken we. Oh, dat is cool met die lampjes. Mijn moeder drinkt, nou niet altijd. Als ze drinkt, dan drinkt ze eigenlijk Spritz. Maar ik had het dus nog nooit op, maar ik vind het een beetje raar. Het is zoet en bitter. Nou, ik heb er zin in. Cheers! Ik had nog helemaal niet verteld met wie ik oud en nieuw vier. Maar ik vier het dus met mijn achternicht, Sabrina. We zouden het eigenlijk dus gewoon met z'n tweetjes vieren. Maar ik wilde heel graag ergens heen, maar dat was al uitverkocht. En nu heb ik net te horen gekregen dat ik toch naar binnen kan. En nu hoop ik dat Sabrina dat natuurlijk ook leuk vindt. Maar ik ben echt nog nooit uit geweest met oud en nieuw. Maar ik heb er wel zin in op zich. Ja, eigenlijk heb ik wel heel veel zin. Wow, vuurwerk, jongen! Half 2 s'nachts en de vogels zingen, jongens. Zo fucken we de natuur op. Goedemorgen 2016. Het is 3:15 en ik ben uit bed. Kind of brak. Het was sowieso 4:30 dat ik in bed lag. 4:30, 5:30. Maar er was nog steeds zoveel herrie in de stad en ook zoveel sirenes. Ik heb net een blogpost geschreven over films die je moet zien in 2016. Een paar van mijn favorieten. Om eens te beginnen als onze goede voornemens. Oh, and it's gone. Want ik heb deze film erin gestopt. Want ik wil meer films gaan kijken dit jaar. Dus we gaan maar gelijk de eerste dag gewoon gelijk een film kijken. Ik heb deze al eens een keer gezien, maar ik vind hem echt onwijs leuk. Op dit moment een van de gelukkigste mensen op aarde. Want er is gewoon één spel wat ik gewoon het allerliefste speel. En wat ik denk als eerst ooit heb gespeeld als kind. En dat is Super Mario Kart op de Super Nintendo. En de prinses zit voor me. En toen kon haal me in. En toen ben ik weer eerste. Ik heb een rood schild, dus iedereen die me inhaalt, knal ik kapot. Ik trek bijna over mijn eigen banaan. Fuck ja. Oh, kut. Sorry voor mijn schild. Ja! Lekker, op het laatste moment eerste. Oh, weet je
beetje wat tof was bij Mario Kart. Iemand anders kon je dan in zo'n soort open veld gaan staan. En dan kon je achter een bepaald soort blokken kon je verstoppen. En dan kon je elkaar kapot schieten. Dan had je drie van die schilden om je heen. En wie het eerst dan die schilden van de ander kapot had geknald, die had dan gewonnen. Dat was zo tof. Oh, ik heb nog een rood schild. Oh, die is voor de prinses. Bam! Ja, dus dat ben ik. Ik ben een baas. Het is gewoon nog niet eens 11 uur. Ik ga gewoon naar bed. Ik heb afgelopen nacht kort en slecht geslapen. Door al die shit op straat. Welterusten. What the fuck? Jongens. Please. Rock the Casbah, rock the Casbah. Please don't go, please don't go. I love you so, I love you so. Take off your clothes. Dus, ik heb ook niks te vertellen eigenlijk. Dus eigenlijk was dit de vlog. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende week vlog. Volgende week woensdag. Peace out. Doei.